broeders en zusters, even over de huidige verkiezingscampagne. De politici lijken gewoon steeds meer op een stelletje poppen die alleen maar een kunstje doen. Ze lezen voor wat ze hebben ingefluisterd gekregen door voorlichters, spindochters, communicatie-experts die ze in dienst hebben. Er is niks natuurlijk meer bij. Het zijn gewoon poppen. En in die zin doen ze me denken aan het beroemde Engelse televisieprogramma van de BBC, geloof ik, Spitting Image. En daarin figureren bijvoorbeeld allerlei politici, werden een beetje op de hak genomen. En een van de bekende, die is blijven hangen, volgens mij ook een waarheid als een koe, was een pop die Ronald Reagan, de voormalige Amerikaanse president die 8 jaar naar de baas geweest is, in beeld had. En die zei, well, they kept handing me the cards and I kept reading them. Ze bleven namelijk de teksten geven, hij bleef ze voorlezen. Hij was ook een getalenteerd acteur, vooral in piefpafpoefmovies en schietmovies. Maar schieten, dat kunnen ze in Amerika heel erg goed, maar dat is weer een ander verhaal. En daar moet u dus aan denken tijdens deze verkiezingscampagne. En het is maar dat u dat weet. Ah, dat meer man. Ah, werkelijk man. Je haalt me de woorden uit de kont. Ik bedoel natuurlijk mond. Die politici, man. Ze zijn zo nep als ik weet niet wat, man. Volgens mij zijn ze gemaakt in China. Zo nep dat ze zijn, jongen. Echt, jongen, als ik die speeches van ze hoor. Man. Dat ze zelf niet misselijk worden van zichzelf. Zo ongeloofwaardig komt dat ding over, man. En als je ook naar hun gezicht kijkt, dan zie ik niet echt een heel betrouwbaar individu. Maar goed, dat is wel een soort van vereiste, denk ik, hè, als je de politiek in wilt. En behalve dat die scriptschrijvers van ze, of ik weet niet hoe je dat noemt, die speeches voor ze schrijven, zijn er nog andere mensen, denk ik, die die speeches voor ze schrijven. En dat zijn mensen met doekoe, want ik denk dat die uiteindelijk bepalen in plaats van die politici. Maar goed, met de Miami Mars.